Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F2021 My Team Career Mode voor de laatste aflevering in seizoen 1. Aflevering nummer 20 staat op het programma hier in Abu Dhabi. Laatste race van het seizoen dus en volgend seizoen krijgen we een andere kalender sowieso te zien. Want Imola, Portimao en Jeddah zijn toegevoegd aan de kalender. Maar die komen pas in seizoen 2 terecht. Thanks. We hebben wat dingen om te regelen bij het team. Sebastian Vettel die gaat namelijk ook na dit seizoen vertrekken. Die stapt op bij Aston Martin en gaat met pensioen. Dus de viervoudige Duitser keert niet meer terug in seizoen 2. Heb je de vorige video in Australië gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan recht voor het i'tje, klik daarop, dan ziet die aflevering verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk een belletje als je geen enkele aflevering van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Vertel me ook waarom je niet leuk vond. Volg me even op sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. We zijn inmiddels aanbeland gewoon bij het raceweekend. Think carefully who you select, as while you will receive a claim for beating them, you'll lose a claim if you fail to do so. En we moeten oppassen, want een rivaal, ja, daar kan je claim mee winnen en claim mee verliezen. We hebben wat extra geld gekregen, dus we kunnen gaan spenderen aan faciliteiten. Ook trouwens een hint, ik weet niet of dit de laatste wedstrijd voor Marcus Armstrong wordt in seizoen 1. Het kan zijn dat we in seizoen 2 iemand anders gaan nemen. Wel een paar upgrades voor de personal tab. De vorige wedstrijd in Australië verliep niet zo goed, 13e helaas. Maar goed, ja, niks aan te doen. We hebben een aantal upgrades binnengekomen. En ja, die staat onder risk, oftewel in seizoen 2 komt er een regulatieverandering aan en daarvoor moeten wij gaan oppassen dat we niks kunnen verkloten of niks kunnen mislopen helaas. En de rijderskampioenschap, ja, even kijken, wanneer is het in beeld? Verstappen leidt met 1 punt. 1 punt verschil gaan de beide Red Bulls in deze laatste wedstrijd, dus het kan van alles gaan gebeuren, maar eerst de kwalificatie voor de grootprijs van Abu Dhabi. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij Q1 in Abu Dhabi. Dus ons ondergang is ingezet. Klein beetje te wijd bij de exit, maar het is geen probleem allemaal. Iets hier weer te wijd bij uitkomen bocht nummer 1. Hier gaat het wel goed. Oppassen bij die curb zones, want daar kan je de auto kwijtraken. Paars in sector 1 noteren wij. We pakken helaas een track limits waarschuwing. Dat is jammer. Bijna de auto verloren, maar dat is een 1.35.7 op een P3, maar dat is een P12 geworden. En dan raak ik hier iets te veel die binnenkant van die curbzone en ben ik de auto kwijt. Dus het is even kort geel. Gaan hier zo snel mogelijk weer het asfalt op. Maar we zijn gewaarschuwd, want de curbzones zijn hier gewoon dodelijk. Gasly zit bij mij te kijken om er voorbij te gaan. We laten hem hier ook voorbij. Maar dan krijgt hij hier even een koekje van eigen deeg. We houden Gasly ook gewoon op. We laten Schumacher voorbij. En ook Sebastian Vettel laten wij mooi voorbij. De banden gewoon opwarmen. Oh, dat was Mazepin die voorbij lieten en dit is Mick Schumacher. We moeten daar gewoon helemaal stil gaan staan om Yuki Tsunoda voorbij te laten gaan. De banden even goed opwarmen. En dan gaan we er gewoon voor zitten voor onze laatste run in Q1. Kijken wat dit gaat worden. Op een gebruikte set softbanden. Iets te ver door, de auto daar bijna kwijtgeraakt, maar we redden hem mooi. Maar dan is het hier helaas nog een keer een spin en de ronde zit erop. Want we hebben niet genoeg tijd meer om naar start-finish toe te rijden. En dat is einde Q1 voor ons.
Perez snel 15e los van Verstappen. Sorry, 13e los van Verstappen. En wij zijn door naar Q2 samen met Marcus Armstrong. Mick Schumacher krijgt een 5 seconden tijdstraf, zie ik. Sorry, een 5 plekken tijdstraf. Maar de beide auto's van mijn team zijn door naar Q2. Dat is heel goed. En Schumacher heeft dat met een botsing vanwege mij. Dan is het op naar Q2. Net niet die muur geraakt. Het begint toch gelijk heel goed, zie ik. We hebben iemand achter ons. Dat is volgens mij een Alpine. Van Ocon of Alonso, weet ik niet zeker. Want wij zijn er als laatste naar buiten gegaan voor onze eerste en enige run in Q2. Om zo een setje banden uit te sparen voor de race. Iets te wijd, maar dat is niet erg. Geen paars in sector 1. Daar hebben we Marcus Armstrong, maar die rijdt daar wat langzaam. We schieten hier een klein beetje door, omdat we zijn afgeleid. De vlag hangt uit en Lewis Hamilton is sneller gegaan met een 1.34.1. Krijgen een corner cutting waarschuwing. Hier dan nog een keer. Armstrong blokkeert mijn pad, maar we gaan er gewoon via de buitenkant mooi voorbij. De vlag is gevallen. En waar staan wij op dit moment? We zijn door naar Q3. We staan op P9, zie ik. Verstappen en Bottas op de mediumband. Perez, op de softband. Dus Max gaat een andere strategie doen dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Dat wordt interessant, maar eerst Q3 nog. Armstrong start op P16. En wij met één run door naar het laatste deel. Veel jongens, medium, soft, medium of medium, soft, soft. Interessant. We zijn aanbeland bij het laatste deel van Q3. Jazeker, want er zijn nog maar ongeveer 1,5 minuut op de klok. Ik ben er weer heel laat naar buiten gegaan om een setje soft gewoon uit te sparen. Want anders moesten wij 2 runs op deze set doen en dat is gewoon zonde. Dus dit wordt de beslissende ronde in Q3. Kijken waar wij staan zometeen bij het vallen van de vlag. Tot nu toe is het allemaal goed, wel in het begin een track limits waarschuwing. Hier dan weer een track limits waarschuwing. Komen bij start-finish aan, iets te wijd, maar dat is geen probleem. En waar staan wij? Bij het vallen van de vlag. We staan over een P9. Verstappen pakt pole position. Perez naar een P5. Die stelt teleur. Maar wij dus heel mooi naar P9. Pakken Pierre Gasly in de kwalificatie. 3/10 verschil. Dat is goed om te zien. Ricciardo naar 4. Perez dus 5. Leclerc 7. Norris 8. Sorry, Norris 7. Sainz 8. Dat is dus de top 10. Dan gaan we ze opmaken voor de wedstrijd. Voor de laatste aflevering in seizoen 1 van My Team Career Mode. Welcome to the Yas Marina Circuit for the finale of another thrilling Formula One season. It's been a breathtaking year and we end it at a track that's been the scene of many glories and heartbreaks over its history. It's time to end the season in style. It's time for the Abu Dhabi Grand Prix. The drivers will be racing here at the Yas Marina Circuit through 21 corners and a lap distance of just over 3.4 miles. There are a few opportunities to pass, with long straights and DRS zones in two places, turns 8 and turn 11. Plenty of close racing then, plenty of speed, and I hope plenty of drama to be found in the laps ahead. It's just about time to go to the track for the beginning of the race, but before we do, Anthony Davidson, what types of strategy do you think we can expect for today's event? Well, there's a lot that both the driver and the team have to keep in mind when going into a race. The tyres, fuel, energy recovery systems, the list goes on and on. But I think the key to today's victory will come down to the pit stop strategy. Come in too soon and you might find yourself needing more than one stop. Too late and you're putting yourself at a disadvantage by spending longer on worn tyres. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Looking down the rest of the grid we have Perez, Verstappen, the Professor. And Tsunoda.
Ricciardo, they've taken a grid penalty. Ocon, Fernando Alonso, and Charles Leclerc. Vettel, Norris, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Kimi Raikkonen and Sainz. Russell, Latifi, Pierre Gasly, and Nikita Mazepin. Giovinazzi, they've taken a grid penalty. Stroll, Armstrong, and Mick Schumacher. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Okay, let's finish the season with a strong effort. Nou, Jeff zegt we moeten ze sterk eindigen, dus daar gaan we ook voor. Dat is het doel. Soft, medium, medium is de geplande strategie. Neem extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen dan de rest van het veld. En dan gaan we beginnen voor de laatste aflevering in seizoen 1. De strijd tussen Max en Sergio voor de wereldtitel bij de coureurs gaat los. Want de lampen gaan dus aan voor de Grote Prijs van Abu Dhabi. En we zijn uit en we zijn onderweg. En komen beter weg dan Max Verstappen. Zit er gelijk naast. Perez komt slecht weg. Vallen hier ook Perez aan de buitenkant aan. Lukt helaas niet. De beide Mercedes pakken de leiding in de eerste bocht. Verstappen naar P4. Verstappen. En Perez pakt ons terug op de exit. Ook Esteban Ocon pakt ons gele vlag. Er is iets gebeurd en een Ferrari rijdt helemaal achteraan. Dat is volgens mij Carlos Sainz die daar is gespind in de eerste ronde, in de eerste bocht. En wij moeten hier dus nu weer druk gaan zetten op Esteban Ocon, maar een slechte start van ons. Een plekje verloren aan de Fransman. Perez naar P4, een plekje verloren aan Verstappen. En wij komen terug bij Esteban Ocon en vallen hem hier aan, komen van ver en dat is P5. Gelukkig maar, die is dus weer van ons. De volgende heet dan Sergio Perez, maar ik zie al gelijk dat die Red Bull veel sneller is. Dus die gaan wij niet lastig kunnen maken in deze grote prijs. Jammer maar helaas. We zitten in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Ocon zit er heel dicht op. En Ocon raakt ons en is zijn voorvleugel kwijt. Moet dus een nieuwe gaan halen bij de pitstraat. En dat gaat hem dus extra veel pijn kosten. Maar dat is natuurlijk hartstikke zonde. Lewis Hamilton zet de snelste race onder neer met een 1.37.6 volgens mij. Momentje overstuur, maar wij zetten een 1.41.9 neer. Gat naar Perez is 5 seconden ongeveer? Jazeker. En zoals het nu eindigt is Verstappen kampioen met 4 punten verschil. De beide Mercedes leiden de wedstrijd. Groen in sector 1, dat is goed om te zien. Tsunoda is ongeveer 19e, dus hij zit binnen mijn DRS afstand en gaat zo meteen misschien harder dan onze Renault motor. Tsunoda zit te ver weg, dat gat is nu 16e. Kan daar niet aanvallen, gelukkig maar. Gat naar Ricciardo is 1,1 seconde. We zitten in ronde nummer 4 van de wedstrijd. En dit keer is het Daniel Ricciardo die er dichterbij zit. Een aanval probeert naar de buitenkant. Het daar dan toch doet. Remt wat later. Maar we laten hem uitrollen. En dat is nog steeds P5. Yuki Tsunoda profiteert gelijk mee. En zit hier als eerste rang voor die plek. Wij blokkeren de buitenkant. Maar Tsunoda is vele malen sneller. Gaat ons voorbij. Maar we kunnen terugremmen bij de Japaners, schieten daar gewoon te ver door. Maar deze knik is dan wel voor ons. En dat is nog steeds P5. In ronde nummer 4. Herhaling van de start in ronde nummer 1. Dus met de beide Mercedes op de eerste startrij. De lampen sprongen uit en we waren dus onderweg. Ik zag daar trouwens dat Verstappen heel snel weg was. Die probeerde gelijk al een Mercedes aan te vallen. Het is daar even achterin heel druk. Het was daar ook geel. Wij proberen daar Perez af te houden, maar dat lukt helaas niet. Ook die Alpine heeft een betere topsnelheid. Sneller in de bochten natuurlijk. En dat kon helaas niet anders dan die plek hebben wij dus verloren aan Ocon. Wij zaten wel te drangen bij de Fransman om die plek weer van ons te maken.
hadden hier overtakeknop, hadden een slipstream. We rijden met dezelfde motoren namelijk, Renault motoren namelijk. En hadden Ocon daar gewoon mooi diep ingeremd en dat was dus gewoon weer P5. We zitten in ronde nummer 4 van de wedstrijd. Als Yuki Tsunoda bij ons aandringt voor P5. Het gat naar Perez is inmiddels 11,5 seconden. Het gat is heel erg groot en dan gaan we gewoon niet meer dichtrijden. Dat weet ik nu al. We moeten daar even oppassen vanwege die Sausage Curb. En Tsunoda zet hem daarna gewoon naast. Ik dacht even dat hij de pits indook, maar dat was dus niet het geval. De pitwindow bereiken wij. We gaan dan naar de medium compound. Ronde nummer 6 is het. En Daniel Ricciardo zit te kijken voor die P5. Hij remt heel diep. Maar we sturen gewoon in. De Australiër spint daar bijna. Trekt limits waarschuwing. En Tsunoda probeert het hier dan. En hij is er voorbij, maar we hebben hier slipstream. Kijken naar de buitenkant van de jonge Japanner. Dan naar de binnenkant kijken. En die plek is van ons. Goed om te zien. Raikkonen naar P7. Sorry, Raikkonen naar P6. Dit gebeurde er bij Carlos Sainz trouwens. Hij was gespind in de eerste bocht. Had een goede start. Die Williams kwam beter weg. Kijkt daarbij de Alfa Romeo van Giovinazzi. En Sainz wordt daar aangetikt. En dat is een volvleugel die wat beschadigd is. En moet helemaal van achteraan beginnen. Dat was in ronde nummer 1 het geval. Daardoor was het ook even kort geel. Maar Sainz kon zijn weg gewoon volgen. Hij moest dus wel een nieuwe neus halen. We zitten in ronde nummer 6. Als het geel is. Het was daar geel. Maar er is een safety car. Want ik wou zeggen, want iedereen rijdt gewoon nog. Maar ik weet niet waarvoor. In ronde nummer 6 een safety car op de baan. En wij duiken naar binnen voor onze laatste pitstop. We gaan naar de harde band. Daar gaan wij 22 rondes mee doorrijden. Pitwindow is ook open. Tsunoda duikt mee. Raikkonen duikt mee. Mijn teamgenoot duikt mee. En de pitstoptijd is 1,8 seconden. Heel snel. Goed gedaan van het team. Exit now. Okay, you only have to stop once now. One stop left. En wij verliezen maar één plekje aan Sebastian Vettel. Maar die moet nog een keer naar binnen volgens mij voor zijn tweede pitstop. Of voor zijn eerste, weet ik niet zeker. En we moeten even hier oppassen, want de delta is gewoon veel te hard. Daar kwam ik nu pas achter van, oh ja, shit, de delta. Want je komt daar uit die pitstraat gereden met volle topsnelheid. En dat heb je gewoon niet in de gaten. Bottas naar P5, hij is naar binnen gedoken. Perez is naar binnen gedoken. Verstappen en Hamilton zijn naar binnen gedoken. En volgens mij leidt Max de wedstrijd. Safety car duikt dus naar binnen. We mogen niet aanvallen tot start-finish. Dat kregen we van Jeff te horen. Zitten wel bij Bottas te kijken hoor. Of wij misschien aan kunnen vallen, want hij rijdt op softbanden. Moet dus nog een keer naar binnen. We zitten gewoon te kijken. Dat mag allemaal. We vallen niemand aan. Verstappen wacht hier nog. Wanneer gaat hij op zijn gras? Versnelt hier wel wat? Nou, schijnbedriegt. Wanneer gaat Max op zijn gras? Hij wacht nog. Hij wacht. Hier gaat Verstappen op zijn gras. Jazeker. De track is clear. En we zijn wakker gebleven, want Yuki Tsunoda is niet wakker gebleven. Dat gat is alweer 14e. We proberen bij Bottas te kijken, maar dat lukt helaas niet. Schiet daar gewoon door. En hebben hier gewoon last van onderstuur. Oh, dat was Yuki Tsunoda die in één keer daar uit het niets kwam. Hij heeft mij dus geraakt en moet dus naar binnen voor een nieuwe neus. Vettel heeft het lastig op die medium compound. Wij zien Bottas
Clem zitten achter Sebastian Vettel. Maar Bottas is gewoon vele malen sneller op die exit. En die plek kunnen wij niet heroveren voor P5 in de wedstrijd. Jammer, maar helaas. Tsunoda moet naar binnen voor een nieuwe neus. Gooi onze overtakeknop weer aan, maar dat heeft helemaal geen zin. Want Bottas zit gewoon te ver weg. Jammer, maar helaas. We zitten in de ronde nummer 12 van de wedstrijd als Fernando Alonso aanvalt voor die P5, bedoel ik. Voor die P5. Wij verdedigen die binnenkant. En dat houden wij gewoon nog vol. Nieuwe strategie beschikbaar. Om in ronde nummer 18 volgens mij naar de mediumband te duiken. Alonso kan weer terug aanvallen in de tweede DRS gedeelte. Maar hij zit te ver weg. Het gat naar Bottas is 5,6 seconden. Al heel groot en dat gaan we ook niet meer dicht maken en dicht rijden. Ricciardo is de volgende en hij raakt ons op onze achterkant en heeft zijn voorvleugel beschadigd. Moet dus naar binnen voor een nieuwe neus volgens mij. Hamilton komt voor Perez weer de baan op. Wat betekent dat Verstappen kampioen is. We zitten in ronde nummer 22 van de wedstrijd. Als Charles Leclerc daar probeert aan die binnenkant, lukt niet Charles. Want wij laten de auto gewoon staan. Kijkt hier dan naar de buitenkant. Maar dat lukt ook niet. Hij moet het hier dan op het DRS gedeelte gaan proberen. Wij gaan ook niet meer naar binnen duiken volgens mij. Charles Leclerc kijkt naar de buitenkant. Is er voorbij. Maar we remmen heel laat naar de monegasque toe. Laten hem staan. Duwen hem daar, proberen hem daar een beetje wij te duwen. Lukt niet. Dan terugkruisen. Lukt ook niet. En we zijn P5 verloren aan Charles Leclerc. Maar hebben hier DRS. En komen terug bij de monegasque. Charles Leclerc knijpt ons af richting die muur. Maar dat is zinloos. Probeert hij nog wel terug te komen. Maar dat lukt ook niet. Want we duwen hem daar gewoon wijd. En dat is nog steeds P5. We zitten in ronde nummer 23 van de wedstrijd. Als Max Verstappen de wedstrijd leidt. 5 rondes nog te gaan. Perez heeft nog 5 ronden tijd. Om dat wereldkampioenschap van Max af te pakken. En te zorgen dat hij dat kampioenschap binnenhengelt. Bij zijn kant van de garage. Dus het wordt nog een partij knokken voor de wereldtitel in de Formule 1. Tussen de beide Red Bull coureurs Max en Perez. En Perez kan hier niet aanvallen. Kan er wel naartoe rijden. Heeft DRS. Probeer het daar van heel ver. Maar dat lukt helaas net niet. We zitten in ronde nummer 23. De Leclerc probeert het aan de binnenkant. Proberen hier weer terug te kruisen. Ook Sainz. Sorry, dat was Carlos Sainz die daar keek. Charles Leclerc is voorbij gegaan. Sorry. Sainz is voorbij gegaan aan Leclerc. En wij vallen Sainz hier weer terug aan. Ja, het was bijna een identieke move van mij en de Ferrari coureur. Dus ik was echt even in de war met wie het nou weer was. Perez en Verstappen zijn ronde nummer 24 alweer ingegaan. En Verstappen leidt nog steeds de wedstrijd. Sainz op die mediumband. Probeert het daar aan de buitenkant. Maar we laten hem daar gewoon staan. En nog steeds P5. Dit zou betekenen dat wij Sebastian Vettel pakken in het coureurskampioenschap voor P11. We zitten in ronde nummer 24 van de wedstrijd. Sainz probeert het daar opnieuw. Kijkt daar weer naar de buitenkant. We laten hem weer uitrollen. Laten hem staan. En hebben hier een betere exit. Maar wij hebben geen DRS. Carlos Sainz heeft die. Pakt ook meer topsnelheid. Hier ook slipstream pakken. Wij forceren hem naar de buitenkant toe. En dat lukt niet, want wij geven niet op. En Sainz is er dus niet langs. Verstappen en Perez zijn ronde nummer 25 alweer ingegaan. En voor Max ziet het er heel goed uit. Sainz kijkt naar de buitenkant. Laten hem hier weer gewoon laat uitrollen. En Sainz heeft die plek verloren aan Daniel Ricciardo. We zitten in ronde nummer 26 van de wedstrijd. Charles Leclerc probeerde dit keer weer aan de buitenkant. We laten hem weer laat rollen. Laten uitrollen bedoel ik. En dat lukt niet.
Lando Norris rijdt daar helemaal achteraan, zie ik. Daar is iets mee gebeurd, maar ik weet niet wat. Our gap to the car in front is 48.4 seconds. 48,4 seconden is het gat naar Valtteri Bottas. Dat rijden we niet meer goed. Verstappen en Perez en de ene laatste race van alweer ingegaan. En voor Perez zijn er nog 4 kansen voor het wereldkampioenschap. Anders is Max Verstappen de nieuwe wereldkampioen in seizoen 1. En de laatste ronde loopt voor mijzelf. Charles Leclerc probeerde dit keer aan de binnenkant, maar we hebben hier een betere exit. Blokkeren Charles. En de beide Ferraris hebben het hier met elkaar aan de stok. 3 dik op het rechte stuk. We hebben als laatste van de 3 en dat is nog steeds P5. Verstappen en Perez gaan de laatste raceronde in. Zijn de laatste raceronde al lang in trouwens. Komen zo meteen bij het DRS gedeelte. En dan gaat het ontspannen wie de titel pakt. Voorlopig nu Max Verstappen. Perez heeft nog 2 pogingen om die, ja, dat feestje te verzieken. Bottas voorbij aan, nee sorry, Hamilton voorbij aan Bottas. Dit ziet Sergio Perez. Probeert het hier dan. Loopt er naartoe. Kan hij hier aanvallen? Hij zit net te ver weg. Moet hij het dan zometeen dan gaan proberen op dat tweede rechterstuk. En anders is het gedaan. Anders wint Max de titel. Hier gaat het dan om. Pakt Perez die kans. Hij loopt er naartoe. Hij loopt er naartoe. Verstappen verdedigt. Blokkeert zijn linker voorband. Maar hij weet die auto heel breed te houden. En dat betekent dat Max Verstappen de wereldtitel pakt in de Formule 1 in seizoen 1. Red Bull en Honda maken het waar. Perez komt tekort. Sergio Perez komt tekort. Ging met 1 punt achterstand dit kampioenschap in Abu Dhabi. Kan het niet waarmaken. Verstappen slim gespeeld. Goed gedaan van onze landgenoot. Hij is dus kampioen in seizoen 1. Perez helaas teleurgesteld naar seizoen 2. Sorry, naar plek 2. Mijn fout. Perez dus naar plek 2. Verstappen, wereldkampioen. Goed gedaan. En ondertussen is Carlos Sainz ons gepasseerd. Maar we pakken hem hier weer terug. Diep inremmen bij de Spanjaard. En zo doen we dat. Russell naar P7. Gaat belangrijke punten pakken voor Williams. Dat doet hij uitstekend. Wij moeten nog even Carlos Sainz zien af te stoppen voor P5. Remmen hier weer als laatste van de 2. En dat is gewoon die P5. Die is van ons. Wat betekent dat wij Vettel pakken in het coureurskampioenschap voor P11. Vettel verliest in zijn laatste wedstrijd in de Formule 1 nog een plekje aan ons. Wij pakken dus ook belangrijke punten voor het team. Dat is goed om te zien. Schiet er wel een klein beetje door. Sainz kan het daar nog proberen. Maar dat is gewoon wielbengen. En dat is einde verhaal. Wat betekent dat na 20 ronden seizoen 1 er officieel op zit. Met een nieuwe kampioen. Met een nieuwe constructeurskampioen. En wij finishen het seizoen heel sterk met een P5. En is het op naar seizoen 2. That's it. What a season. Great work this year, really great work. It's been hard at times, but we've come through. And so the celebrations begin, and well earned they are indeed. It may have looked simple at times, but as any racing driver will tell you, competing at this level, at the very top, is anything but simple. There's no catching them now then. We have a new World Drivers Champion. They've done it then. Victory in the last race of the season and the championship as well. What a phenomenal end to a terrific Formula One season. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. Red Bull put up an outstanding fight for the front position today and it's great to see it paid off for them. They do so much for the sport that you can't help but be delighted by today's race win.
De uitdaging van de grote race van Abu Dhabi. Verstappen wint de wedstrijd. Perez naar P2. Hamilton naar P3. Wij dus naar een P5. Giovinazzi knap naar P9. Armstrong naar P14 helaas. Vettel helaas buiten de punten. En Verstappen is kampioen. Perez met zijn titel op 8 punten. En Red Bull is constructeurskampioen in seizoen 1. De dubbel is gepakt. Mercedes verslagen. Goed gedaan van het team. Knap hoor. En wij dus naar een P10 pakken Vettel nog in de laatste ronde en dringen de top 10 binnen. Dat is goed om te zien. Maar goed, ik denk dat ik hierbij ga afsluiten. Vettel is dus nu vertrokken uit de Formule 1. Is weggegaan. Komt ook niet meer terug. Seizoen 1 zit erop mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Heb je genoten, beloon het dan zeker met een like. Heb je genoten van seizoen 1, beloon het dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Kan er iets verbeterd worden? Zet het dan in de comments neer. Volg me even op sociale media. Maar gebruik het in de beschrijving. Er volgt sowieso een nieuwe teamgenoot. Kan ik nu al vertellen. Wie dat is, weet ik nog niet. Kan ik nog niet zeggen. Dat wordt pas in de volgende video bekendgemaakt. Ook gaan de veranderingen aan de livery plaatsvinden. De kalender. Misschien de motoren. Ik moet even kijken. Maar dat zien we allemaal in de volgende video. Eerst nog even genieten van seizoen 1. Dit was de Journal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ga verder in seizoen 2.